Zeven basisscholen uit de wijk Dukenburg gaan samenwerken om leerlingen binnen de wijk passend onderwijs te bieden. Daarbij hopen ze van elkaar te kunnen leren. Woensdag waren de open dagen op de zeven verschillende basisscholen in Dukenburg. Ricky van der Horst van Ginkel van de Nutschool Langvorst vertelt dat de samenwerking in het belang van de kinderen is. Het is eigenlijk in het belang van kinderen. Als je als school individueel werkt, dan heb je ook alleen maar van die school de expertise en de kennis en de kunde om de kinderen te begeleiden. En Dukenburg is een wijk waarin zeven scholen staan, allemaal connectiescholen. En die hebben allemaal kennis en kunde in huis. En voorheen was het zo dat er veel scholen veel kinderen naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gingen. Marianne van den Broek van de Meiboom vertelt dat de samenwerking 2 jaar geleden is begonnen. Wij zijn zo'n 2 jaar geleden begonnen met de 7 scholen van Dukenburg om samen te gaan kijken van wat kunnen wij nou hierin betekenen als scholen. We zijn inmiddels zover dat die neus allemaal dezelfde kant op staan en dat we ook echt met elkaar willen gaan kijken van wat kunnen we nu, zoals Ricky net vertelde. En inderdaad met als inzet dat alle scholen of alle kinderen in Dukenburg zouden kunnen blijven. Dus de basisscholen gaan op korte termijn niet fuseren, volgens Van der Horst. Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Ik denk dat dat een bestuurlijke beslissing is. En ik weet dat daar momenteel wel over gesproken wordt, maar daar zijn nog geen definitieve plannen. Arno Lipman van de Prins Klaus School hoopt dat met deze samenwerking de kinderen in Dukenburg blijven. Nou, we zullen de samenwerking nog verder moeten gaan intensiveren om ervoor te zorgen dat de kwaliteiten die aanwezig zijn binnen elke school, en die zijn er zeker, om die ook op andere scholen tot uiting te laten komen. Waardoor je dus de kinderen dat onderwijsaanbod geeft wat ze nodig hebben, zodat ze niet het elders hoeven te zoeken, maar dat ze het vooral in de wijk kunnen gaan zoeken.